Het streven is om voor eind december dit jaar nog 3000 beschikkingen en of beleidsverklaringen uit te reiken. Dit zei president Chan Sontoki afgelopen weekend in Nikeri tijdens de uitgifte van 160 grondpapieren. Hij heeft in juni de werkgroep Grondzaken Nikeri geïnstalleerd om grondkwesties in het district ter hand te nemen. En volgens het staatshoofd zijn er goede resultaten geboekt. 4 bezoeken geef ik aan grondpapieren. Op basis van problemen die we kregen. Die problemen van 30 jaar geleden. En toen ik wegging, na die uitreiking, zei meneer, naar me toegekomen, president, hier heb ik papieren. Ik wacht al 50 jaar. Dus die problemen moeten nog opgelost worden. Er zijn nog meer. En kijkt u hoeveel regeringen er al geweest zijn. En die 50 jaar, die 40 jaar, die 30 jaar, die 20 jaar, die 10 jaar, die 5 jaar gezeten hebben. En die problemen niet hebben opgelost. We zijn al begonnen en we gaan door. Dit jaar tot en met 31 december gaan we nog 3000 uitreiken zoals beloofd. We zijn vandaag hier, begin november zijn we in Para. Meer dan 1700 beschikkingen gaan we daar uitreiken. Dan gaan we naar Marowijnen. Ook daar zijn er. Meer dan 1600 gaan we uitreiken. En zo maken we onze handen naar alle districten. Kom ik weer terug. Naar Nikeri. Bij de uitreiking zei president Sontoki dat de regering maatregelen gaat treffen, zodat er meer koopkracht en verlichting ontstaat in de samenleving. Aan het Internationaal Monetair Fonds en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is gevraagd het herstelprogramma aan te passen, CQ, meer geld beschikbaar te stellen voor de armoedeaanpak. Komende maand zal de wet grondconversie worden goedgekeurd, waardoor mensen hun grond en eigendom kunnen omzetten en niet hoeven te vrezen dat het wordt afgepakt. Het parlement heeft volgens het staatshoofd ook de zegelwet goedgekeurd, waardoor de kosten voor het overdragen van grond aan familie of kinderen goedkoper kan. De regering gaat het zelfbouwen stimuleren en daarvoor goedkoop kapitaal aantrekken. Hiervoor zijn er gesprekken met banken gaande en gehoopt wordt dat dit project volgend jaar op te starten. Maar natuurlijk, het hebben van de grond is een zekerheid. Die zekerheid gaan we verder versterken. Na goedkeuring van de wet op die grondconversie staat op agenda. Er is politiek al afgestemd met de politieke leiders dat die wet goedgekeurd moet worden. En als we die wet hebben, over enkele weken, dan kunt u uw grondhuur omzetten in eigendom. Dan heb je zekerheid. Kan je toegang krijgen tot kapitaal. Kan je hypotheek nemen. Kan je woning bouwen. Want dat is het doel, bouwen. Dit jaar grond verdelen. Trajari, we beginnen aan het bouwen. En daarvoor praten we met banken. Daarvoor praten we met centrale bank. Daarvoor praten we met internationale instituten. Om goedkoop kapitaal ter beschikking te stellen. Zodat volk weer geld kan lenen. Tegen lage rente. Om zelf te kunnen bouwen. En uiteraard starten we met onze volkswoningbouwprojecten. En we hebben public-private samenwerking goedgekeurd binnen de regering dat we met de particuliere sector samen gaan bouwen.